Ja, deze plannen heeft Nederland zelf gemaakt en komt nu tot de conclusie dat het niet verder kan en dat het hele land op slot staat. En daarom stel ik voor wetgeving te wijzigen. En het is niet zo dat Brussel zegt van, oh, je mag geen wet wijzigen. Dat mag wel. Alleen zegt Brussel, u moet zich houden aan uw eigen wet. Zegt niet, u mag uw wet niet wijzigen. En ook toen het viertal ministers in Brussel was op 31 mei, meen ik. Toen is er een gesprek geweest met de commissaris voor Milieuzaken. En die geeft verschillende technische oplossingen aan en andere zaken, flexibiliteitsmechanismen. Dus ik had de indruk uit het verslag dat de commissie toen heeft gemaakt, en dat stond een beetje haaks op wat de minister hier heeft gezegd, dat hij meedacht. En natuurlijk denkt de commissie mee om hier uit te komen. Dus u moet, ja, ik vind toch de heer, de grootvoorzitter, een beetje een hoge priester die van de kansel predikt en zegt zo en zo moet het. Anders deugt niemand van u. Het moet anders en het kan ook anders.